Hallo allemaal, ik ben Otto Oemer. In dit filmpje leg ik je uit hoe je een GPX-file op je Garmin GPS zet met behulp van Basecamp. Allereerst dien je Basecamp op je computer te installeren. Je gaat naar het webadres www.garmin.nlbe-shop-downloads/basecamp. Het webadres staat ook in de beschrijving onder het filmpje. Je scrolt naar onder, je klikt op nu downloaden, dan is er de mogelijkheid om een download te maken met deze knop van 61,57 MB, momenteel versie 4.7.0. Dus je klikt op download, de file wordt naar je computer gehaald en je installeert die file. Je dient natuurlijk ook een GPX-file te hebben. Je kan die halen bijvoorbeeld op wandelroutes.org. De link staat ook in de beschrijving. We gaan een GPX-file halen op wandelroutes Limburg, Belgisch Limburg. We scrollen wat naar onder en we willen bijvoorbeeld Zammelen Haspengouw hebben. Je klikt daarop en hier staat download GPS-track. Hier zie je al hoe die eruit gaat zien. We gaan die downloaden. Die komt in de download folder terecht en ik kopieer die file van mijn download folder naar mijn desktop. Dus hier staat mijn file Zammelen Haspengouw. Je opent Basecamp. Die staat in het Windows menu bij de G Garmin. En hier zie je Basecamp, Basecamp 2D en nog een aantal andere programma's. We kiezen Basecamp en Basecamp start op. We gaan dit sluiten. We willen deze file die we zojuist hebben gedownload van wandelroutes.org, willen we hierin krijgen. Hoe doen we dat? Bestand, importeren naar mijn verzameling. Ik moet naar mijn bureaublad gaan. Ik ben er al. Zammelen Haspengouw. Klik daarop. Openen. En hier zie je dan de GPX-file Zammelen Haspengouw. Ik klik daarop en hier zie je hoe die wandeling eruit ziet. We willen deze GPX-file in onze Garmin GPS krijgen. Ik heb een Edge 800 en die sluit ik aan met een USB-kabel. Ik ga dit nu doen. Moet je even wachten en dan gaat hij zo dadelijk hier verschijnen. Kan een minuutje duren. Hier zie je de Garmin Edge 800 verschijnen en hier zie je interne opslag. Klik daarop en dan zie je al dat daar een heleboel data staat. Wat moet je doen? Je selecteert zammelen of jouw GPX-file. Je klikt op de rechtermuisknop en je selecteert kopieer. Je selecteert interne opslag en je selecteert plakken. Je kan het ook eenvoudigweg slepen naar daar. Je klikt erop en je sleept het hierin. Dat gaat ook. Nu gaan we kijken of het gekopieerd is. Dit is alfabetisch gesorteerd en ik verwacht dat hij bij de Z staat. Hier zie je hem. Zammelen Haspengouw. Dus ik ga hier eventjes thuis. Hier woon ik ergens en ik ga hier klikken op zammelen. Zo krijg je dus een GPX-file met Basecamp in je Garmin GPS. Dus even laten zien dat die ook in mijn Garmin staat. Ik klik hier op koersen. En hier zie ik Zammelen Haspengouw. Klik ik daarop, dan zie je hier die GPX-file. Die wandeling in Zammelen. Probeer het ook maar eens. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Help me de 1000 abonnees te bereiken. Deel dit filmpje met je vrienden. En zet ook een commentaartje onder dit filmpje. Dag!